Tegen wie speelt Brugge vanavond, Gert? Tegen Benfica. Tegen? Benfica. Hoe dikwijls heb ik dat nu al gezegd? Hoeveel matchen hebben we samen? Ja, het is, luister het goed, Benfica. Benfica, dat is waar. Club Brugge speelt thuis tegen Benfica. Ben benieuwd. Sorry. Dag iedereen, welkom bij Terugvlucht. Deze week is de Champions League echt begonnen. De knock-outfase ging van start met zowaar nog een Belgische ploeg erbij. Club Brugge kreeg Benfica over de vloer. Onze commentatoren waren Peter van den Bent en Gert Verheijen. En die hadden een goed idee, een geheim wapen in Jan Breydel. Er is toch iemand die ontbreekt, vonden wij. Ik ben het niet. Dus en daarom heb ik hem uitgenodigd, ik hoor dat al Kees. Dus voilà, er komt nog iemand bij. Welkom Karel. Alle verdiensten van Karel. De man die de Brugge hier gebracht heeft om een klein erezalon. Rustig blijven, Buchanan. Misschien scoren. Nee! Vlag van die was in de weg. Dat is wel het recept voor Club Brugge. João Mario. En toch in. Hij raakte hem. Maar João Mario heeft het geluk. De moeilijke bal neer. Hij snoept hem toch af van Meijer. Nog eens een weggever. En 0-2. Twee cadeaus. En Benfica pakt ze met de glimlach uit. Ik heb begrepen dat Club Brugge zeer tevreden is over de eerste helft. En dat ze hebben laten zien, zegt de coach, dat ze Benfica in de problemen kunnen brengen. Heeft de coach dat gezegd? 10, 12, 15 minuten. Ja, dat was echt wel beter. Een kwartier zal al ruim genomen zijn, denk ik. Maar goed, in die periode, en dan bleken we wel wat vertrouwen te zijn ook. Maar dat ebde dan toch weer weg. Maar Peter, we hebben niks verrassends gezien van de naam. Het is geworden wat we van tevoren van gedacht hadden, namelijk een serieus kwaliteitsverschil. Club Brugge van vandaag was ook niet door de groep gekomen. Dat was een Brugge van voor nieuwjaar. Ook dat hebben we vandaag gezien. Dus ja. En dat het terug moet grijpen naar waarden die Club Brugge eigen zijn. Namelijk vooruit. Vooruit voetbal? Vooruit. Te veel gepingel? Ja. Je werd er nerveus van, Gert. Peter, je werd er nerveus ik, van. Voorstel, ik heb u een pilletje moeten geven. Club Brugge verliest zijn eigen publiek als het op deze manier blijft voetballen. Voorzetten trap. Ook al staat er niemand, toch de bal in de box. Gooien. Maar ik heb niet de indruk dat deze trainer dat voorstaat. Daar komen we bij een ander probleem. Daar is hij niet mee bezig. Ik denk dat hij veel te veel bezig met geschuif en poppetjes en onderlinge afstanden en allemaal dingen. Dat is allemaal niet verkeerd. Maar dat is te veel vanuit de theorie. De theorie, even aan de kant en full gas, pushbar. Dat moet het zijn. Het is 2 uur 's nachts, Frankie. Ja. We staan in Berten. Van zo'n terugvlucht vanuit Dortmund zit erop. Ik heb wel genoten van de match. Ja, zeker. Vooral van de tifo van Dortmund. Geweldig goed gedaan van de Gelbe, want indrukwekkende tifo. Het was een goede wedstrijd, een leuke wedstrijd om naar te kijken, om te volgen. Uiteindelijk de thuisploeg gewonnen. Misschien de gelukkigste ploeg. Het was wel een fantastische goal, moet ik wel zeggen. En daar gaat Adeyemi. Adeyemi met een wijkende Fernandes. Brandt met 7 muislaars op de versnelling van Adeyemi. Gaat hij het doen? Oh! Sprint, wat een turbo! Wat een goal! Maar Chelsea, ja, eigenlijk misschien wel iets beter. Opnieuw niet gescoord. Hè. Wat dat betreft zal er snel een oplossing moeten komen. Anders gaan we daarmee weggeraken uit de middenmoot van te beginnen de Premier League. En gaan ze misschien uitgeschakeld worden door Dortmund. En voor de rest, ja, was het gewoon een mooie avond. Weet je waar ik van genoten heb? Van de manier waarop Frankie van der Rijst erin geslaagd is om voor de wedstrijd de gele wand in vuur en vlam te zien. Ja. Mooi moment. Ik dacht toch even dat ik het geklaard had. Want toen bleek dat achter ons nog de spelers van Dortmund bij te komen. Ja. Hey, gezien. De spelers. Ik vond het wel leuk om te doen. En ik zag toch Ede echt meegaan, dacht ik. Maar inderdaad, het was niet op mijn aangeven. Oh.
dat toch even een moment de klaar. Goedemorgen iedereen, we zijn hier in Milaan. We zijn hier vandaag voor de wedstrijd Milan-Tottenham. Het is 14 februari. En mijn Valentijn vandaag is Nicolas de Brabant. Ik heb hier ook iemand gevonden, twee mensen zelfs, die denk ik ook Valentijn komen vieren in het prachtige Milaan. Geen Valentijn. Ja, we combineren dat zo maar, de match is toch wel het hoofddoel eigenlijk. En wie heeft wie meegepakt? Ik heb hem meegepakt, ja. Ik ben supporter van Tottenham, ik heb een abonnement. Dus, echt waar? Ja, ik ga meestal mee met de Vlaamse supportersclub, maar nu vandaag heb ik mijn echtgenoot meegepakt. Moeten meenemen. Ik ben eigenlijk Jan Vertonghen gevolgd. Fan van Jan Vertonghen. Dus... Ik ook, ben ook fan van Jan Vertonghen, ja. Dus dan zijn we met twee. En naar Tottenham beginnen gaan en daar blijven hangen eigenlijk. En gaat er niet altijd meer doen? Nee, is nog nooit mee geweest. Nee. Gaat de supporter? Ja. Hij zal wel meer doen. Hij zal wel moeten. Ja. Of... Alleen de tyfo's, daar heb ik echt van genoten. Daar hadden de supporters van de Rossoneri hun tijd ingestoken. Die waren echt op Champions League niveau schitterend om te zien. Ja. Maar de wedstrijd zelf was minder. Hè? Ja. 1-0, Brahim Diaz maakt de goal. En dan de trap op Foster en de goal. Jawel, of niet? Ja, toch wel. Hij is over de lijn. Charles de Ketelaar mocht invallen en had ook moeten scoren. Ja, ongelooflijke misser. Als we de herhaling zagen, dan kopte hij de bal nog een meter of 2-3 naast. En had eigenlijk wel een ontlading voor hem en voor Milan kunnen zijn. Ik denk dat Tottenham uiteindelijk ergens een gevoel makkelijk gaat halen. Maar goed, dit gaat nog terugkomen als het niet zo is. Zeer zeker. Nog één ding. We moeten nog één ding doen, Wesley. Dat is wat? Contact opnemen met? Ah, met Leen en Jeroen. Hoe was het? Het was eigenlijk heel tof. Ondanks de nederlaag van Tottenham. De sfeer was echt goed. We zaten boven de ultras. En dat was eigenlijk een hele match super tof. Ja. We waren echt wel geamuseerd. Geweldig. Ja. Ik had eigenlijk het idee van, hoe was de Valentijnsnacht? Dat was eigenlijk de vraag. Je was heel kort. Naar Frankrijk dan, naar Paris Saint-Germain tegen Bayern München. Goeie voorzet. En overgenomen in de goal. Daar is hij weer. Kingsley Coman doet het opnieuw voor Bayern München. Onder het doelman Donnarumma door. En hij juicht natuurlijk niet hier in zijn hometown. Paris. C'est fini. Wat denk je? Ja, het zal wel moeilijk worden. Zeker als je hun prestatie hier ziet vanavond. Hè. Ze waren bang. Ze zeggen als Mbappé 90 minuten kan spelen en Bayern laat zoveel ruimte in de defensie, moet er misschien nog wel iets in. Daar is hij nu vertrokken. Dit is zijn moment. Kylian Mbappé duwt hem te ver. De laatste baltoets, Wim, was niet goed genoeg. Versnelling van Neymar. En Nuno Mendes hebben het. Dat doet hij toch. Mbappé maakt gelijk. Buitenspel, denk ik. Ja. Het gaat heel erg snel deze keer. Wat ik mij afvraag. Ik ben Nasser enzovoort. En ik betaal 30, 40, 50 miljoen per jaar aan Lionel Messi. En Lionel Messi, ik zie die rondspringen American run. In Qatar. Vechten, doen, beslissend zijn. En ik kijk dan vandaag in de achtste finale van de Champions League. Daar gaat het toch over bij Paris Saint-Germain? Dan ben ik niet content. Heel opmerkelijk. Ja. Naar het einde toe heeft hij nog een kans of twee gekregen. En nog een versnelling daar, waardoor Pavard. Maar hij mocht wel iets doen, hè? Ja, die maak je dan toch af. Hij wel. Mbappé heeft een kans, maakt ze af. Maakt ze af. Maar ik denk dat hij ook niet beter meer kan. Dat zijn lichaam dat niet meer toelaat. En dat het WK er ook ferm zal ingehakt hebben. Het hoogtepunt om de kroon op het werk. Ja. Hij heeft al eens de Champions League gewonnen. Wil hij dan ook wel eens winnen? Ja, misschien wel. Maar gaat hij daarvoor nog eens zo diep gaan? Ik denk niet dat hij dat nog kan. Ik denk dat dat een beetje het laatste kunstje, echte kunstje van Messi zal geweest zijn. Oh, het zijn historische woorden van Wim de Koning. Wim zegt dat het eigenlijk misschien wel voorbij is. Wij, twee keepers, ieder op zijn eigen niveau gekiept. Hè? Wim iets hoger dan ik, hij is kleiner, maar wel hoog. Donnarumma, ja. Die had ik in mijn provinciale ploeg toch niet graag binnen. Nee. Wat deed hij verkeerd, Wim? Ja, de bal was niet hard, redelijk dicht bij hem. Hij was gewoon te laat op de grond. Maar hij had hem even goed met zijn voet kunnen pakken. Voetreflex. Ja? Dat zou jij gedaan hebben. Dat zou ik gedaan hebben. Ja.
dat was mijn ploeg in de pronostiek. Ik neem afscheid van de competitie, net als Paris Saint-Germain. Denken wij. Over 3 weken zullen we zien. Hè. Na de match gingen de ontgoochelde PSG-spelers hun supporters groeten. De relatie, de band tussen de supporters en de spelers is de laatste tijd een beetje verzuurd. Maar nu gingen zelfs Neymar en Messi mee. Voor de eerste keer dit seizoen. Toegegeven, veel goesting hadden ze daar ook wel niet in, zo leek. Zo, de eerste 4 matchen van de 8e finales die zijn afgewerkt. De heenwedstrijden daarvan in elk geval. Volgende week gaan we naar Duitsland voor Frankfurt tegen Napoli en Leipzig tegen Man City. Naar Italië voor Inter tegen Porto. En naar de topaffiche natuurlijk, de heruitgave van de finale van vorig seizoen. Liverpool-Real Madrid. Tot dan.